village, love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you. Dat is 2015. Een paar weekjes voor de bruiloft van de Wilfred. Zeg uitgedacht, dacht ik. En nou ja, je begrijpt eigenlijk al wat de bedoeling is, hè. We gaan Wilfred even alvast condoleren. Losmaken. Die gaat straks onder de tafel zitten trouwens, die is een plek. Oh ja. Hey! Hey! Had je je plannen vandaag, Wilfred? Even wat commentaar voor de camera. Maar dit was ook de bedoeling, of? Nou, we werden enigszins geënt. Zij gingen echt onderuit en toen dacht ik, we pakken er nog één. Ah, oké, okay, maar ik zie Wilfred ook. Leo, zie je dat? We wachten even. Actie. We zijn net lekker aan het kanoën geweest. Wilfred heeft wat energie over, zien we. Zo, mag wel wat hoger, hoor. Ja. Oké. Okay. Zitten staan, ja. Goed hoor. Petje af. Soepel. Hele mooie ruimte. En Wilfred is, zoals jullie kunnen zien, een holbewoner. Dus die krijgt zijn eten straks zodanig dat hij met zijn handen moet eten, uiteraard. Eigenlijk moet hij ook nog jagen. Hij heeft een pijl en boog. Dus... Ook kindermenu. Kindermenu, toch maar? Wilfred op de schommel. Ja. Jawel. Oh. Ja. Ja, deze tijd ook. Is het er niet voor gemaakt? Nou, Wilfred, heb je nog iets te melden bij dit gedenkwaardige moment? Nou, aanvallen, weet je niet. Oh, wat heb je eigenlijk? Oh. Hij is uit.
seems she forgot all about the library, like she told her old man.